Normaal gesproken maken de ballen zaadcellen en het mannelijke hormoon testosteron. De ballen bestaan voornamelijk uit buisjes waarin miljoenen zaadcellen per dag gemaakt worden. Ertussen liggen cellen die testosteron maken. Als er geen of nauwelijks zaadcellen in het spermavocht zijn, onderzoekt uw uroloog of er een verstopping is of een ernstig probleem met de aanmaak van zaadcellen. Bij een aanmaakprobleem zijn de meeste buisjes leeg, zonder zaadcelproductie. Sommige buisjes kunnen toch wat zaadcellen maken, maar zo weinig dat er geen of nauwelijks zaadcellen in een zaadlozing terechtkomen. Met een TESE-operatie proberen we zaadcellen uit de ballen te halen. TESE staat voor testiculaire sperma-extractie. Voor de TESE-operatie adviseert uw uroloog u over leefstijlaanpassingen en supplementen of medicatiegebruik. De TESE-operatie gebeurt tijdens een dagopname. De uroloog haalt op de operatiekamer weefsel uit de ballen bij u weg. Analisten van het laboratorium voortplantingsgeneeskunde strijken de buisjes leeg. Als ze zaadcellen voor u vinden, vriezen we ze voor u in. Deze zaadcellen kunt u op een later moment gebruiken voor een reageerbuisbevruchting, namelijk een TESE-ICSI-behandeling. U moet het hierna 2 weken rustig aandoen. U kunt last krijgen van pijn, een bloeduitstorting of infectie van de wond. Deze bijwerkingen gaan vanzelf of met medicijnen over. Sommige mannen hebben na controle van testosteron nodig. De uitslag van het onderzoek krijgt u op de dag van de operatie. In ongeveer de helft van de TESE-operaties vinden we helaas geen zaadcellen. Meestal komt dit doordat alle buisjes leeg zijn. Gelukkig vinden we in de helft van de operaties wel zaadcellen.